Hoi, ik ben Giel van Downton.nl en dit is de Ronix Diplomat. Een nieuw wakeboard bij Ronix en een pro-model van Jules Charout. Zoek die man op YouTube als je meer wil weten. En een volledig houten board. Best wel flexibel voor Ronix begrippen. Makkelijk instappen, maar wel gewoon om hard op te rijden. Met uiteraard een grindbase. Zoals we bij Ronix eigenlijk bij al hun boards zien, wel een channeltje. Het is iets korter dan bij de meeste boards, maar snijdt daardoor de bochten makkelijk aan. Geen vin uiteraard, want dit is een puur kabelboard. Een zachte flex, dus je kan er makkelijk op obstakels mee glijden, op mee sliden. Helemaal Polonia houdt de kern, dus best wel een heel stevige houtsoort. Sterke M6 inserts. Hier aan de onderkant, je ziet het eigenlijk niet zo goed. Wacht, ik ga het zo laten zien. Hier bij de kant loopt ietsjes toe, waardoor je iets harder in kan snijden in het water dan wanneer het bord zo dik blijft. In het midden wat dikker gehouden, puur voor stevigheid, want het is echt het doel geweest om een sterk, toegankelijk bord te maken. Waarmee je eigenlijk op alle obstakels kan raggen wat je wil. Alles kan kapot, maar gebouwd om heel te blijven. De Diplomat, er is ook een bijpassende binding. Check die ook op downton.nl. Of kom het board bekijken in de winkel in Den Bosch. Dit is de Ronix Diplomat.